We hebben een design gemaakt en dat design dit hebben we gepresenteerd aan de wereld om te kijken of mensen dat echt leuk vinden. Ja, maar jullie hebben ook een auto op de weg gebracht, want we gaan even naar de autorij 2007. En in die enorme hal van de rij stond daar de HB Special. Ja. Ja, een sportauto die doet denken aan de jaren 50, een beetje nostalgisch ontwerp. Ja. Hoeveel tijd zat daarin voordat jullie dat ding daar konden presenteren? We hebben daar ongeveer een jaar over gedaan. Die auto, dat was een auto die was bedacht als een evenementenauto. Nou, dat klinkt heel raar, maar die auto was niet te koop. Die auto, daar kon je in rijden en ervaren wat het is om in een auto te rijden die eigenlijk, ja, waar je normaal gesproken niet in kan rijden. Wij wouden daar echt een evenementenauto van maken waar jij aangekleed wordt, compleet met je pak en je helm en je ding. En je snuift het en je ruikt het. Het moet trillen. Nou, dat is een beetje raar, maar dat hebben wij erin gebouwd. En het moet ruiken naar benzine en het moet ruiken naar olie. En het moet een beetje moeilijk zijn met sturen en het moet een beetje moeilijk zijn met schakelen. En het moet eigenlijk een beetje slecht remmen. Dat zou je normaal vandaag de dag juist niet in een auto willen hebben. Maar dat maakt juist die ervaring zo cool. Met ons team deden wij rally-events. Dus we hadden al een soort van experience met zo'n groepen met mensen die dus in oude auto's gaan rijden. En dat wouden we naar een andere level toe brengen. Toen stortte die markt in elkaar in 2008. En toen, ja, weet je, dan ga je dan 500.000 euro investeren. Dat wat je niet hebt. Hè? Dan moet je dat van iemand anders gaan lenen. Om iets te gaan doen waar iedereen zegt, nou, nu even niet. Want ja. Ik heb geen, er is nu even geen geld en nu even geen tijd om dit te gaan doen. Dus er is uiteindelijk 1 exemplaar van gebouwd, hè? Daar is toen 1 exemplaar van gebouwd. We zijn er nu nog 4 aan het bouwen. De mensen die kunnen dan gaan rijden. En vanuit die vanuit daar kunnen we echt kijken of mensen het echt willen hebben. Ja, ja. En als je dan ziet dat iedereen komt rijden en zegt van, dat vind ik me niks. Dat gaan ze niet zeggen, want ze gaan allemaal zeggen, ik vind het fantastisch, ik wil er een. Maar als dat zo is, dan hoef je ook niet verder te gaan.